Nu kan je goed zien als we met het groene geraamte bezig zijn, dat het belangrijk is om een balans in je tuin te creëren. Ik ga hier met hagen aan de gang. Als je dan je tuin uitloopt, dan kom je meteen in het groen te zitten. En hagen kan je op veel verschillende manieren planten. En ik kies hier voor een hulst. Een hulst is een leuke plant hoor. Dit is de Ilex Minerva Hekkenvee. Een struik die zich heel goed leent om als haag neer te zetten. Hij is mooi compact, hij groeit ook compact. Je kan hem goed snoeien. Hij bloeit in de zomer met van die witte bloemen. Maar die zijn niet zo opvallend. Maar daarna krijg je er van die hele mooie rode bes in. En dat is genieten. En als je dan zo'n hulst gaat planten, dan moet je hem ook in de juiste grond neerzetten. Een hulst die houdt ervan om in licht zure grond te staan. Ik heb hier al bladgrond aangebracht. En ik ga met biologische zuurminnende grond aan de gang. Die zorgt ervoor dat je precies de juiste zuurtegraad in de grond krijgt. En dat je plant dus een goede start heeft.